Oké, hallo, dag internet. Dag Lucas Lely. We zitten met een probleem, we hebben een vraag en we denken dat jij ons kunt helpen. Aangezien jij bent natuurlijk de referentie als het gaat over koeken. Heel de standaard koekhandel serie, we zijn daar fan van. Ik zeg we, want kijk, een van mijn dochters is erbij. En we hebben een probleem, ze is recent op kamp geweest, op ponykamp. Dat was heel leuk, hè? Ik ben daar echt geamuseerd, denk ik, hè, op ponykamp. Maar er is ook iets gebeurd. Ze kreeg daar eigenlijk. We staan hier bij onze koekenkast hierachter. Ze kreeg daar als verhuurtje kreeg ze de keuze uit twee koeken. Nu, één van die koeken, daar waren we al heel snel uit. Die kon ze ook zelf benoemen. Dat was de, zeg maar. Dino koeken. Ja, de Dino koek. Ik sta hier bij de koekenkast. Ik ga die heel snel ook even laten zien. Vaak opgeteld. Wacht even. Kijk, we hebben hier de Dino koeken, hè. En speculoos koeken. Met chocolade natuurlijk, hè? Want iedereen weet dat de Dino koeken zonder chocolade, dat zijn gewoon mislukte koeken dat ze verpakken en proberen verkopen. Nee, de Dino koeken met chocolade, de enige goede keuze. En de andere koek, ja, daar zijn we niet helemaal uit. Kom er eens bij, Stella. Je had mij een beschrijving gegeven, hè, van die andere koek. Dat was met meerdere laagjes met chocolade tussen, onder andere. En welke vorm had die koek ook alweer? Rechtvormige Zo'n rechthoekige koek. Dus ja, ik dacht eerst zelf, dacht ik meteen met die laagjes met die chocolade tussen, dacht ik meteen aan de. Nee, maar we gaan het wel ontdekken wat de naam was. Dus dan kwamen we meteen al uit bij de prinskoek. Maar ja, de prinskoek die ligt in de berging hier. Wacht. De ronde koek, maar dat was niet juist. Ja, dat is natuurlijk een ronde koek, dus dat is Hij niet zat juist. in deze Waar staan de prinskoeken hier? Prinskoeken, maar dat is rond, dus dat is het inderdaad ook niet. En dan dacht ik nog, ja, was het misschien de pick-up? De pick-up koek, ook een heel goede keuze, maar dat was het ook niet blijkbaar, hè? Want, wacht, die heb ik hier ook. Nee, die heb ik gisteren opgegeten, maar wacht, ik heb wel nog een papiertje. Ik zat met papiertje. Dus de pick-up koek, hè? Maar dat is het ook niet blijkbaar. Dus ja, nu vragen we ons af, welke koek was het dan? Dus ik zal dat ze daar mocht uit kiezen. Ik zal nog eens de beschrijving herhalen. Dus een rechthoekige koek met laagjes, met chocolade tussen. Met kleine koekjes, droge. En de chocolade is het is niet zo'n harde chocolade zoals hier, het is eerder zachte chocolade. Dus als er iemand weet welke koek dat is, laat het ons alsjeblieft weten. De pick-up is het niet. En de prinskoeken zijn het ook niet. En de chocola-eieren zijn het ook niet. Het zijn ook geen chocolade-eitjes. Ik moet dat opnieuw doen. Dat de chocolademachine vastzit, veronderstel ik.